Hoewel mijn roots in een dorp liggen, vond ik een thuis in de stad. Grootgebracht in een verknipt gezin waar vader met losse hand regeerde, moeder de klappen voor de rest incasseerde, greep ik de eerste de beste kans om het dorp te verlaten. Ik vond een vrouw, kreeg een geweldig kind en een baan als regisseur. Alle ingrediënten om de wereld een betere plek te maken. En ik was er goed in. Alleen bleek de wereld niet beter te willen worden. De regels van het spel werden overschreden en brachten de duivel in mijn huis. Wat overblijft, is het uitzetten van mijn tijd. Ooit zijn we weer samen. Hey, Ferry. Weet je zeker dat je dit wilt? Iemand neerschieten voor een beetje kleingeld? Hey, Ferry. Heb je Lucille nog? Zet maar op de rekening. Wow, sorry. Die verdomde aantrekkingskracht ook, hè? Wat? Ja, sorry, ik zag je niet. Ik ben er niet helemaal bij met mijn hoofd. Laten we maar het beste van maken, hè? Ik moet gaan, mijn zoontje wacht. Zei je nou dat we het beste ervan moesten maken? Als het nacht wordt, dan komen de demonen. Sommige nachten kan ik de schreeuwende stilte niet verdoven. Dan roept de nacht en zoek ik rust in de drukte. Middag, toch? Nog sorry. Ik wist ook niet wat daar gebeurde. Ja, dat was wel brutaal, ja. Lekker, dank je. Stond je goed? Hey, je moet wel wat doen aan die openingszin, hoor. De aantrekkingskracht, kom op, dat kan echt niet meer. Ja, dat maakt je me wel duidelijk door meteen over je kind te beginnen. Waar is hij nu? Thuis. Ik gebruik mijn tijd tussen mijn shift en naar huis gaan gewoon zo optimaal mogelijk. Even uitademen, voordat ik daar weer naar binnen stap. Slaat.
Kom ze hier vaker? Voor een smeris ben je niet heel scherp op je omgeving, hè? Ik neem aan dat dat een ja is. Maar traag van begrip ben je zeker niet. Ze woont hier een paar straten verderop. Ze zijn hier een half jaar geleden komen wonen in het huis van Willem. Weet je wel, die collega van je? Willem Bol? Ja. Grappig eigenlijk. Dat er een politieagent wegging. En er blijkbaar een schimmertype voor terugkwam. Jij nog een keer hetzelfde? Cheers. Wow. Geen niks, jongen. Tikje terug, kom. Oké dan. Hey. Hey. Nou, die aantrekkingskracht heb je wel vaker dus. Sorry dat jij dacht dat je de enige was. Voetballen zijn gek, maar. En je hebt Lucas ook al ontmoet. Ah, hij bestaat dus. Ja. Hé? Hey? Hey, Lucas, anders ga je vast naar het veldje. Rikje is daar ook al, ja? Ik kom er zo aan. Hé, hey, sorry nog. Van mijn plotse exit laatst. Je maakt er wel een gewoonte van, hè? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja, weet je, het is... Nou ja, het is ingewikkeld. Nee, je hoeft niks uit te leggen. Lucas en ik hebben hem thuis gevonden en... Het is echt een betere plek dan waar we vandaan komen, maar het is wel een plek, weet je, die zijn prijs vraagt. En nou ja, ik betaal hem graag, als Lucas maar veilig is. Nee, iedereen heeft zijn kruis te dragen, toch? Ja. Je weet zelf wat het beste voor je is. Ja. Als je een moment wilt vluchten, een keer alleen zijn met iemand anders. Dan heb ik wel je telefoonnummer nodig. Wil je drinken? Hé, wat je laatst zei over dat vluchten. Kun je Lucas en mij helpen? Ik ben daar de persoon niet voor, joh. Ik kan nauwelijks voor mezelf zorgen. Nou, dat lijkt me sterk. Je bent eerlijk en oprecht. Volgens mij niet echt iemand om mee ruzie te krijgen. Je zou een goede politieagent zijn, weet je dat? Alleen als ik ingeklokt ben, schat. Alleen als ik ingeklokt ben. Wat er allemaal buiten gebeurt, buiten die uren, mogen ze allemaal zelf uitzoeken. Echt. Ik ben meer voor dit. Weet je? Momenten die wat mij betreft wel vaker uit de hand mogen lopen. Laten we er dan een gezellige avond van maken. Andere avonden, na een goede dag, maak ik mijn hoofd leeg door te wandelen door de verlaten straten. Ik ken dit maar al te goed. Ik heb in de schoenen van het jochie gestaan. Maar ook hij gaat dit overleven. Het vormt je.
En daar doe je dan je voordeel mee. Of niet. Van Willem Bol. Mooie wissel. Grijpen we in? Nee, nee, nee. Het is een kleine deal. We volgen de drugs. En ook nu blijkt weer dat de duivel niet alleen in de schaduw werkt. De wereld is een speelveld geworden. En iedereen ziet het. Iedereen laat het gebeuren. Hier. Als het weer uit de hand dreigt te lopen en je van je af moet bijten. Pepperspray. Ik heb meer nodig dan dat, Frank. Lucas en ik zijn daar niet veilig. Het wordt steeds erger. We moeten daar weg. Neem hem maar aan. Hier kan ik iets voor je doen. Nee. Een onmogelijke bal voor Andres Iniesta. Hij zou er nooit aan kunnen komen. Maar Thiago Silva gaat volgens mij de fout in en hij niet alleen. Dit is de fout. En Kurzawa schiet er zelf in. Hier staat het. Ik kon niet anders. Oké, waar is hij nu? Ik weet niet, hij heeft me geduwd en ik viel. Waar is die nu? Ik heb niet gezien waar die heen ging. Oké, je pakt nu je spullen, we gaan. Kijk eens, die we hier hebben. Paul, laat het. Het is genoeg. Ik ga. Oh ja? Ja. Heb je je reddertje gevonden? Ben je vergeten wat ik allemaal voor jou heb gedaan? Jij gaat helemaal nergens heen. Nergens voor je, maar. En jij? Jij gaat weg hier, nu. Je hebt dat gehoord. Het is klaar nu. We gaan. Wat vind jij er nou van? Als ik jou was, dan zou ik nu maar gaan. Nu je nog zelfstandig hier door de buurt kan lopen. En zo kreeg ik plots hetgeen wat ik voor onmogelijk had gehouden. Een tweede kans. Samen zijn met iemand in dit leven. Een kans om weer echt te leven.